Zo. Moet er niet iets anders bij? Of ga je dat droog eten zo? Iets anders bij? Ja. Koffie of zo? Bijvoorbeeld. Wout Holverda is 56 jaar. In de jaren 80 was hij een succesvol profvoetballer die bekend stond om zijn sublieme kopballen. Samen met grootheden als Louis van Gaal, Danny Blind en Barry Hughes vormde hij jarenlang een team bij Sparta. En weer Holverda. Schiet ineens. Sinds een half jaar deelt Wout lief en leed met zijn nieuwe vriendin Jacqueline. Wat heb je gedaan toen je opstond uit bed? In ochtend. Sla je me dood? Nee, dat doe ik niet. Nee. Toen Wout en Jacqueline elkaar leerden kennen, was het liefde op het eerste gezicht. Wout had toen net de diagnose dementie gekregen. Toch gingen de twee voor elkaar. Met een onzekere toekomst is dit niet altijd even gemakkelijk. Zij proberen te genieten waar kan, maar er zijn ook angsten. In zoverre bang dat ik hem sneller gaat verliezen dan wat mogelijk is, zeg maar. En denk, dan heb je elkaar net gevonden en je bent stapelgek op elkaar. En kijk, die angst heb je wel, zeg maar. Dat je denkt van ja, het kan wel eens ook heel snel afgelopen zijn. De toekomst is voor mij gewoon één groot zwart gat, natuurlijk. Ik moet er gewoon niet stil blijven bij staan, want anders word ik gek. En dat wil ik niet. Zeker niet. Wout zit in de beginfase van de ziekte. Dingen uit een ver verleden kan hij zich meestal nog herinneren. Maar zijn korte termijn geheugen is ernstig aangetast. De eerste die opmerkte dat er iets mis was, waren zijn kinderen Melissa en Robin. Toen ik bij hem inwoonde, vroeg ik bijvoorbeeld aan een pa, ik moet heel de dag werken, kan je even stofzuigen en even het welm op de drain halen. Als je dan 's middags thuis kwam, dan lag de wasgoed nog in de mand. Was niet gestofzuigd, helemaal niks. Ik kreeg ook woorden met hem. Dat hij 10 keer op een dag opbelde en hetzelfde aan je vroeg. Of hetzelfde vertelde. En ik had op dat moment wel zoiets van, waar komt dit vandaan? Na een reeks onderzoeken volgt dan 1,5 jaar geleden de diagnose. Dementie. Een grote klap voor het gezin en de omgeving van Wout. Dat was gewoon heel raar. En ik had ook zoiets van, je kijkt naar de toekomst van, oh god, hij gaat ons straks niet meer herkennen. Hij herkent of misschien gaat hij ook zijn kleinkinderen niet kennen. Hoe gaan wij daar straks mee om? Het wordt alleen maar erger. Het gaat nooit meer beter worden. Ja, en dat is moeilijk om mee om te gaan. Ja. Ik neem aan, als je zelf de ziekte hebt, dat je gewoon dat je eigen soort van gehandicap voelt, toch? En dat lijkt me geen pretje om daar iedere dag mee op te staan. Nee. Wout is een echte familieman en brengt graag veel tijd door met zijn kinderen. Toch zijn er ook vaak moeilijke momenten. Ja, het ergste vind ik dat dat er achter die lach die heb, zie ik toch gewoon een hele hoop verdriet. Echt een hele hoop verdriet. En ja, dat is voor mij ook lastig. Dat vreet ook van binnen aan me, maar ja. Hij roept wel vaak van, ik word gek. En dat doet enorm veel zeer. Dat doet echt enorm veel pijn. Herinneringen van vroeger koesteren en nieuwe herinneringen maken is iets wat erg belangrijk is. Het gezin probeert zoveel mogelijk samen tijd door te brengen en van alle momenten die er nog zijn, zoveel mogelijk te genieten. Het liedje Samen zijn van Willeke Alberti komt gewoon heel erg van toepassing nu. Het samen zijn heeft voor mij gewoon wel een waardevolle betekenis. Ik heb hier balletjes getrapt met mijn vader, gezwommen, van zijn schouders afgesprongen, al dat soort dingetjes. En ik had het heel erg mooi gevonden als hij die momenten samen zou kunnen beleven met mijn kinderen. Met zijn kleinkinderen. En die momenten ben ik bang dat die nooit op die manier gaan komen zoals ik die beleefd heb. En dat doet heel veel pijn. Samen zijn betekent voor mij ook even langswippen bij hem, een bakje koffie drinken. En dan heb ik lekker een momentje samen met die ouwe. Ja, dan zitten we ook lekker te genieten en dan praten we over ditjes, datjes, over voetbal of van alles en nog wat.